Wat je in deze aflevering kan verwachten. Kijk daar, een computer. Alles staat er gewoon nog. Is dit wel verlaten, maat? Is dit wel verlaten? Dat vraag ik me nu net ook af. Ik vind het echt fucked up om hier dadelijk zo in het donker rond te gaan lopen. What the fuck, ineens staan we weer buiten. What the fuck was dat? Wat is een hele kat? Mijn naam is Govert, ik ben 19 jaar oud en ik hou van avonturen. Via dit programma kunnen jullie zien hoe ik samen met mijn vrienden de hele wereld ontdek. Elke woensdag en zondag om 5 uur 's middags kijk jij naar een gloednieuw avontuur. In deze video gaan we naar een verlaten school toe die nog vol staat met computers, tafels en documenten. Daarna vluchten we naar het dak van een verlaten fabriek omdat we iemand hoorden. En daar vinden we iets heel erg engs. What up, voordat jullie de video gaan bekijken wil ik heel even iets van tevoren zeggen. Ik krijg van jullie heel vaak de vraag wanneer jullie mij eens een keer kunnen ontmoeten en wanneer ik een meeting of zo organiseer. En ik heb goed nieuws, want jawel mensen, 1 april ben ik te vinden in attractie- en vakantiepark Slagharen in Nederland. Daar kunnen we natuurlijk zorgen voor een handtekening, een foto. En het leukste is, omdat er superveel achtbanen zijn in dat park, kunnen we ook gewoon de achtbanen in en gewoon gekke avonturen beleven met z'n allen die dag. Dus het YouTube evenement op 1 april bij vakantie- en attractiepark Slagharen in Nederland. Wil je dan meer informatie? Klik dan via de link in de bio even, dan ga je naar de Slagharen site en daar vind je informatie en kun je de kaartjes kopen om 1 april op het evenement zijn. Wees snel met de kaartjes halen, want die vliegen eruit en op is op. Dit was wat ik wilde zeggen. Ik hoop dat ik jullie 1 april natuurlijk gaan zien en heel veel plezier met deze video. Onderweg naar de fabriek kwamen we een verlaten beachclub tegen. We probeerden erin te komen, maar helaas was er geen ingang. Via de boulevard langs het water liepen we verder. Het werd langzamerhand steeds wat donkerder. En opnieuw vonden we onderweg een verlaten locatie. Dit keer was het een verlaten basisschool. Yo, wat is dit dan? Ja, het lijkt een beetje op een verlaten school ofzo. Want daar is het een beetje zo'n speelterrein. Sick man. Hé, maar hier is een gat. We zijn onderweg naar die paal daar, zoals jullie zien. En dat is dus een verlaten spookfabriek. Ballen aan alle kanten. Ja, of niet? Iedereen kijkt ons aan van wat zijn jullie nou aan het doen? Is ook een beetje raar, maar check het. Dit is dus een verlaten school. Dit waren waarschijnlijk al die klaslokalen waar die kinderen in zaten. Hier een communistisch teken. En het hek zit... Oh shit, vriend. Yo, de computers, alles staat er nog in. Kijk daar, een computer. Alles staat er gewoon nog. Is dit wel verlaten, maat? Is dit wel verlaten? Dat vraag ik me nu net ook af. Ja, beter wel. Oké, kijk. Nou, dit moet verlaten zien. Als jullie zien hoe... crappy dat hier eruit ziet. Dit lijkt me geen normale school. Vriend. Het is gewoon ghetto-style hier. Zijn gewoon even onderweg naar die verlaten. Ja. Dan komen we deze rotzooi tegen. Ik zweer, dit ziet er echt ghetto uit, man. Check hier ook. Alles ligt er gewoon nog. Oh, yo. We twijfelden of de locatie verlaten was of niet. Wat denk jij? Zou de locatie verlaten zijn? Laat het achter in de reacties. Echt gewoon nog een schooltafel staat daar, allerlei stoelen. We vinden hier gewoon op elke hoek wel weer een nieuw verlaten gebouw. Hartstikke raar. We kwamen ook een verlaten beachclub tegen hier in het begin. We komen nu een verlaten school tegen waar we helaas dus niet inkomen. Dat is heel jammer. Maar het begint ook al te schemeren. Dus we gaan snel naar de verlaten fabriek. En daar gaan we een kijkje nemen. Check nog 1 keer hoe alles hier eruit ziet. Omdat we geen ingang konden vinden, besloten we het terrein af te gaan en verder te gaan met onze wandeling richting de verlaten fabriek. Het is gaan schemeren, dus het wordt donker. En dat maakt het wel even een beetje eng. Want we kennen de hele locatie niet, we weten niet hoe de politie hier omgaat met mensen zoals ons die hier ingaan. Want ja, we moeten natuurlijk lichten hebben straks. En dat gaan ze gewoon gegarandeerd zien. We zijn nu echt een beetje in het ghetto gedeelte van de stad gekomen. Hier is een voetbalveld met een hele kapotte hek. Alles zit hier gewoon vol met graffiti. Alles is kapot. Het ziet er gewoon echt heel slordig en onverzorgd uit hier. Oké, we komen dus hier zo terecht in de achtertuin van de verlaten fabriek. Daar is die. Oh shit. Hé, maar zometeen wordt het donker. Ja, maar dan is het echt fucked. Dan zijn we daar met ons tweeën alleen. Midden in zo'n ghetto, hè? Dat is het hele fucked up. En met lichten, kijk hoeveel dat opvalt. En het opvallen is maar één dingetje, maar ik denk dat ik het nog het meest enge vind is überhaupt gewoon dat we hier met z'n tweeën in Griekenland in een ghetto wijk gewoon lopen in het pikdonker zometeen. Er liggen hier overal wc-rollen met poep eraan en shit. Er leven hier dus overal junks. Maar ja, weet je, het is nu nog licht. Laten we snel gaan kijken. Hé bro, voetstappen hier. Hier zie je voetstappen, daar zie je ook voetstappen. We moeten echt een beetje opschieten, want hier zien jullie allemaal flats. Daar zijn ook nog allemaal flats en er wonen allemaal mensen. En als die ons nu zien, is er vast wel één iemand die ons gaat naaien. En daar heb ik nu echt geen zin in, want we zitten in Griekenland. En ja, strenge politie en zo. Ik ruik de typische verlaten gebouwengeur alweer. Dat is een combi tussen verroest ijzer, muffen, dikke lucht. Heel goor in ieder geval. Maar dan weten we wel dat we er zijn. En check het eens mensen. We staan bij de ingang. Ik vind het echt fucked up om hier dadelijk zo in het donker rond te gaan lopen. Ja, dadelijk, dat is over een kwartiertje denk ik al. Misschien treffen hier wel mensen aan hè, die hier wonen. Ik bedoel, ik heb al zoveel zwervers gezien hier. Vriend. Klimt daar nou iemand over het hek? Nee, ik denk dat dat zo'n winkel was die dicht ging, de rolluiken. Het is natuurlijk etenstijd. Het wordt donker, alle winkels gaan dicht. En wat doen wij? Wij gaan een verlaten gebouw in. Daar is de ingang, dus laten we daar maar gaan man. We lopen hier door het hoge gras heen en daar zo is de ingang. Oké dan, de ingang. Gast, we vinden hier gelijk een matras. Hier heeft dus waarschijnlijk ook een zwerver geslapen. Misschien een zwerver. Hé man. Eerlijk. Het is eigenlijk pikken donker is maar. Oh joh. Het is nu nog redelijk licht hè. Wow, 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 vriend. Maat, dit zijn knappers hier beneden. Heel even opletten. Kijk eens even hier. Dit zijn inderdaad echt geen grapjes meer. Kijk hoe ontiegelijk dit diepte het is. En er zit hier overal in deze ruimte gaten. Hier kun je al met je benen invallen. Hier kun je gewoon compleet invallen. En dit is echt enorm diep, vriend. What the fuck, joh. Vind je nou een lift? Ja man. Oké dan. Ties vindt hier een lift. Sick. Oh joh. We hebben even onze lichten uitgezet, want we staan hier keihard in het zicht van al die voetballende jongetjes daar. Maar ik wilde even zeggen dat wij nu pas zagen dat de vloer waar wij oplopen letterlijk zo dun is. Kijk maar even. Jullie zien aan de lucht achter mij dat het nu echt donker aan het worden is. En het wordt ook echt steeds enger om hier te lopen. Ik zie amper meer het einde van deze gang. En we zijn nog steeds op zoek naar waar dat geluid vandaan kwam. Wat? What the fuck vinden we hier? Bro, dit is een heel... Wat is een hele kat? Oké dan. Dit is gewoon een hele dode kat. Wat tref je me hier nou aan? Dit is een dode kat, vriend. Wat? Ja, nee, maat. Ja, kijk, hier zijn de achterpootjes. Auwe, dat is een kop. Daar zijn de pootjes, hier zijn voorpootjes. Maar hier zijn ook echt 10.000 zwerfkatten, hè? En nu kunnen jullie zien hoe immens groot het is. Maar het zijn hier ook nog van die gaten, ja. Ja? Ja, nee, dit is de onderste verdieping volgens mij. Oké. Waar de fuck zijn we nu beland? What the fuck, ineens staan we weer buiten. Wat was dat? Wat de fuck was dat? Het klonk fucking niet bij. Wat de fuck is dat? Hé hey, maat, zit je breng naar mij uit aan. Nee, ik zweer het je. Ik zweer het je. Dit ga ik niet doen. Niet in Griekenland hier. Het klonk 5 meter ver weg. Ik vind het zelf dood. Ik zweer het je. What the fuck? What the fuck, joh. Je beseft. Gast. Oei, joh, wat is dit allemaal? Kijk dan. Wit. Gast. Weer een gang. Weer een gang? Komt hier het geluid niet uit. Komt het hier niet vandaan? We staan hier in Griekenland, hè, in de ghetto. Ineens horen we een teringvaag geluid hier. Ja, het kan ook gewoon dat er een dakpan viel. Helemaal via... Kijk al deze gaten. Kijk hoe ontiegelijk hoog dit gaat. Als daar ook maar één dakpan uitkomt of zo. Ja, of hier is gewoon nog iemand. Hoor je daar weer iets? Hoor je weer iets? Daar zo. Oké, we gaan maar gewoon naar boven. We hoorden dat geluid wat we eerder hoorden ook al. En omdat we toch al naar boven wilden deze keer, omdat we het dak wilden bereiken, dat stond toch al op ons lijstje van vandaag, dachten van ja, laten we dan nu maar snel daarheen rennen. Weg van dat geluid. Want eerlijk, dat was echt doodeng. Kom, laten we snel gaan. Oké. Oh mijn god, hoe hoger we komen, hoe creepier het er allemaal uitziet. Ik ben oprecht zo bang gewoon voor datgene van beneden. Ik weet niet wat er zit. Holy fuck, gast. What? Huh? 5 verdiepingen omlaag hier. Kun je nog verder naar het dak? Wow. Nee. Oké, Ties. Wat? Nee, vriend. Wow, vriend. Nee. We hebben alsnog het echte dak. Ja, joh. We hebben het echte dak. Kijk, what the fuck, vriend? Koude lijp, wat? Koude lijp. Oh, man. Wat? Ik hier wel uitkijken waar je loopt. Nee. Oh. Nee, man. Oké. Kijk eens wat er fucking uit is. Ik doe mijn licht wel uit, denk ik. Kijk eens even, man. Hier is de hele stad. Maar het allermooiste ligt daar. De zee met de mooie boot erin. Wow, yo. Oké, we gaan weer naar beneden. Het was wel heel vet. We hebben het dak bereikt. En nu terug, man. Oké dan, we zijn weer uit de fabriek. Het was eng, maar wel hartstikke vet, want we zijn... tot de top gekomen en dat was ons doel en we hebben het bereikt, dus ik ben daar heel blij mee. Vond je dit nou vet? Doe dan sowieso even een blauw duimpje omhoog. En vond je het nou heel erg vet? Laat dan ook nog even een reactie weten wat je er nou vet aan vond. En laat ook even een reactie weten als jij nou nog een vet avontuur hebt voor mij, want dan kan ik dat lezen en kan ik dat gewoon gaan beleven. Abonneer je trouwens ook op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben, want elke woensdag en elke zondag om 5 uur 's middags komt er een nieuw avontuur. En Ties' kanaal, die was mee, staat ook in de beschrijving, kun je ook even checken. En ja, ik denk dat ik dit ding nooit meer ga zien. Gelukkig maar, wij gaan lekker eten. Later.